Welkom terug in Mantentaki. Het is de aflevering van donderdag 23 januari 2020. Mevrouw Jennifer Geerling-Simons geeft sinds 2010 leiding aan het parlement. Ze is op 30 juni 2010 gekozen. Het Surinaams parlement heeft een vrij goede positie binnen de regio. Dit heeft de voorzitter aangegeven 10 januari, vrijdag 10 januari 2020, tijdens de presentatie van het jaarverslag over het dienstjaar 2019. En Tidemante Watakanga Adiana, voorzitter, over de verrichtingen voor het parlement en Sang, voorzitter, plan eten voor zitkong de resterende vormung sa het parlement of de intact eten, want we gaan richting een verkiezing. Mevrouw Simons, met uw grand tangi voor die itek ATV, kona mantentaki, voor informeer als uw naamse samenleving over Arroko voor het parlement. Goedemorgen. Ja. Hoe goed is de positie van het Surinaams parlement binnen de regio? Ik heb dat speciaal aangehaald, omdat we natuurlijk wel ook onderwijs zijn, gewoon hier in Suriname. En terecht hebben we soms kritiek op elkaar. En op het parlement en zo, alles is nog niet volmaakt. Maar ik ben namens het parlement afgevaardigd in een organisatie, die is een organisatie van alle landen van de Amerika's, van de parlementen van de landen. En daar ben ik in het bestuur en we organiseren zeker 4 keer per jaar verschillende zaken om de parlementen op weg te helpen om hun werk te doen. Een van de dingen die we regelmatig evalueren is hoe de parlementen eigenlijk werken, hoe ver ze zijn met het verbeteren van hun organisaties. We noemen het open parlement. Dat wil zeggen dat je als parlement niet alleen communiceert met die samenleving, maar ook openheid geeft van wat er precies gebeurt, wat er gedaan wordt. Heel belangrijk voor de mensen. En natuurlijk is dat ding een proces, maar ik ben in 2010-11 al ermee begonnen, voordat dit eigenlijk nog een issue was in de regio. En wanneer we dan als parlementen bij elkaar komen en we gaan een speciaal ding behandelen over hoe we bijvoorbeeld beter kunnen functioneren op wetgevingsgebied of zo, dan geven alle parlementen aan hoe dat bij hun ligt, welke problemen ze ervaren en zo. En zo leer je van elkaar. Maar wat dan is gebleken dat in het Caribisch gebied, we kijken naar verschillende mogelijkheden van parlementen, de mogelijkheden die het parlement heeft om bijvoorbeeld informatie te krijgen. De mogelijkheden die het parlement heeft om zelf wetgeving te maken. Dus de initiatiefwetten. Toch? Want die mogelijkheid hebben alle parlementen, theoretisch, theorie. Maar in de praktijk blijkt dat veel parlementen in de regio dat niet kunnen uitvoeren. Ze hebben geen ondersteuning om dat te doen. Eigenlijk was het in Suriname een beetje ook zo. En we konden wel wat indienen. Ik heb ook vanaf ik in het parlement ben een paar initiatiefwetten ingediend, andere mensen ook, maar niet veel. En we hebben die mogelijkheden bijvoorbeeld heel veel versterkt voor het parlement, zodat het parlement zelf kan kijken welke gaten er zijn die door parlementariërs zelf kunnen worden ingevuld, maar ook vanwege de grote achterstand in wetgeving die we in tientallen jaren hebben opgebouwd, hebben we ook de regering geholpen. Want wanneer je via het parlement een wet indient, gaat die ook naar de staatsraad, maar de organisaties beginnen gelijkertijd te werken. Gaat vaak wat sneller. Dus in sommige gevallen hebben we dan met de regering samen gewerkt en dan hebben we de initiatiefwetten ingediend. En dat zie je dat een heleboel andere parlementen dat gewoon niet kunnen doen. Ons systeem bijvoorbeeld van documentatie, wat we nu hebben, ons digitaal systeem, de verbeteringen die we hebben aangebracht in wat nu nog de griffie is, en de ontwikkeling van de wet die een bureau van DNA moet instellen, die dan de technische administratieve zaken van wat nu de griffie is overneemt. Dat hebben we besproken, maar dat moet met alle leden intern nog afgerond worden. Ik schat dat het eind februari of zo wel klaar is. Als we daarover eens zijn, dan hebben we technisch-administratief het proces dat we zijn begonnen voor versterking van de Nationale Assemblée, het onafhankelijker maken van de Nationale Assemblée, van allerlei overheidsadministratieve processen. Maar dat moet correct gebeuren natuurlijk. Dat betekent dat
De organisatie die dat doet voor de Nationale Assemblée, dat is dus het bureau wat nu moet komen, die moet ook helemaal correct functioneren. En al deze dingen zijn in place gebracht. En dan heb je dus een situatie waar DNA haar werk kan doen, maar tegelijkertijd bijvoorbeeld de griffiers, die zijn dan, en samen met de leden, die bemoeien zich alleen maar met het werk wat ze moeten doen, hun organisatorisch werk, hun wetgevend werk. De griffiers die organiseren het werk en dat alles wat te maken heeft met personeel, onkosten, dat wordt door het bureau gedaan. Dus dat is dan de laatste stap op dat pad. Dan heb je technisch-administratief de zaak helemaal op een punt gebracht waar er een heel goede basis is. Iedereen kan verder verbeteringen aanbrengen, maar dan heb je een bepaald punt bereikt. En een ander ding is dat wat het werk zelf betreft, wetgeving, onderzoek van het parlement, hebben we veel meer deskundigen. Vroeger hadden we geen deskundigen. Nu hebben we ze wel. En we werken ook met ze om verschillende zaken dan uit te pluizen en ook voor wetgeving verschillende zaken informatie in te winnen om wetten beter te maken. Dus u kent allemaal verder de pogingen van DNA om met die samenleving meer te communiceren. 10 jaar geleden wist u wat daar gebeurde, alleen wat de media die paar minuten op 8 uur nieuws brachten. Nu is het open. U kan alles en dan ook alles wat daar gezegd wordt altijd volgen, achteraf volgen op YouTube. We hebben een website met alle informatie. U kunt verslagen daar zien. Is zo'n commissievergadering doorgaan? Wie was er? Wie was er niet? Al deze dingen zijn er. En dat is een situatie waar al die parlementen naar streven. En wij zijn ook nog niet klaar, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar wij zijn toch wel behoorlijk eind op weg in vergelijking met andere parlementen. Ja, ik van mijn tak ik ba, 10 jaar ik ba, mevrouw Simons, ik ben leider in het parlement. If you look at productie voor wetten binnen in 10 jaar, bent u tevreden? Niet helemaal, maar ja, ik ben niet makkelijk helemaal tevreden, hoor. Laat me dat direct zeggen. Je hebt 2 dingen waar je wel op moet letten. Fosfocide hadden we 17 ministeries, ieder met een eigen begroting. En elke begroting is een wet. Dus wanneer we alleen al de begroting al hadden behandeld, hadden we al 17 wetten behandeld. Nu niet. Als we de begroting hebben behandeld, maar 1 wet. We hebben het nu in 1 wet gezet. Al die 17 ministeries. Waarom? Kunt u dat misschien uitleggen? Nou, het is de betere samenhang voor de toekomst ook. Het mag in meerdere wetten, maar 17, dus elk ministerie apart, was een beetje veel. Je kunt bijvoorbeeld, we hebben een nieuwe comptabiliteitswet gemaakt. En die gaat nu in werking en gaat in 2020 beginnen te werken. Dan moet je bijvoorbeeld een schuldenbegroting hebben. Je hebt de begroting van DNA, is een onderdeel. De begroting van de rechterlijke macht is een onderdeel. Je zou dus 3 wetten kunnen hebben, 1 van de regering, 1 van DNA. Maar je zou ook 1 wet kunnen hebben, dat mag nog steeds. Maar 17 wetten, dat was niet echt productief. De werkwijze die je moest volgen, om dat ook af te handelen. Dus dat is anders, laten we zeggen, anders gedaan. Ja, maar over de productie zelf? Ja, dus we hebben een heleboel sociale wetten, dat weet u. Hebben we of nieuwe gemaakt of aangepast. Wij hebben een plan gemaakt, een programma. U heeft me het vaker horen zeggen toen ik begon met deze zittingsperiode. Crisis of geen crisis, we moeten beginnen het financieel systeem van het land eindelijk een betere wettelijke basis te geven. Dat was er niet. Er waren een stuk of 6 wetten die daarvoor in orde moesten worden gemaakt. Nieuwe wetten en ook veranderingen van wetten. Dat is ook gebeurd. En we hebben de laatste, dacht ik, de aanbestedingswet die we nog moeten doen. Intussen echter verwachten we minstens 1 wet nog in verband met NRA. Waarschijnlijk of de bankwet of wetten die daarmee samenhangen, zodat we als land goede vooruitgang boeken en volgend jaar alles in orde hebben. En gaan we die deadline halen om die financiële wetten die in lijn moeten staan met National Risk Assessment, gaan we die deadline halen? Kijk, tot nu toe behandel ik zoveel mogelijk alle wetten. Als de regering een wet stuurt en er is verder niets met die wet mis,
als er de discussies tussen de regering en het parlement leiden tot overeenstemming, dan zie je dat de wet zo vlug mogelijk afgehandeld worden. Er zijn altijd wetten en altijd dingen waarvan er allerlei haken en ogen aan zitten en die dan kunnen blijven liggen. Gewoon omdat het technisch niet geen probleem is, maar omdat er de afstemming een probleem is. Dat hebben we altijd gehad. Dat gaat niet, waarschijnlijk nooit weg. Alle parlementen hebben dat. Maar alle wetten die gewoon kunnen worden afgehandeld, zoals de financiële wetten die de regering stuurt, doen we zo snel mogelijk. En ik heb geen andere wetten op dit moment dan de aanbestedingswet die we al hadden ingediend. En ik hoor dat we dus wat wijzigingen aan de bankwet moeten aanbrengen. Misschien aan andere wetten, maar ik kan daar niets over zeggen nu, zolang ik die wet niet binnen heb gekregen. Dus u bent afhankelijk van de regering? En ja, of als de regering zegt van goed, laten we het samen indienen, dan kunnen we kijken, maar dan moeten we het minstens binnenkrijgen. Dus ik hoop als er iets erg dringend is, dat het uiterlijk deze maand nog komt, zodat het nog, we vergaderen tot 3 april, dat het nog kan worden gedaan. Ja. Dit is nog steeds Martin Takkie. We nemen een korte break en dan zijn we straks terug met mevrouw Simons in het tweede deel. We gaan verder praten over de verrichtingen van de Nationale Assemblée in het jaar 2015 tot 2020. En ook zoomen wij in op mevrouw Simons, want ze heeft al 10 jaar leiding aan dit instituut. Welkom terug. Dit is nog steeds Martin Takkie op donderdag 23 januari 2020. We gaan verder met de voorzitter van de Nationale Assemblée. Want eergisteren, als ik het goed heb, ja, is in het parlement de huurwet aangenomen met 29 stemmen. En u was initiatiefnemer van het ontwerp. Mevrouw Simons, u zag dat u ook een probleem na Israël. Zij de ITK initiatief voor die wet is in? Eerste reden van ITK initiatief na Asantaki sma e actie also euro in buitenlandse valuta. En ze namen never din buitenlandse valuta. Misre fam jami a wan bun salats mano valuta. Dus if min pa yu valuta da min gosuku dala. Toch? En dat gebeurt met veel mensen eind van de maand. Dat was altijd al een beetje een probleem, maar die crisis kon nakunu en je ziet de dollar heen en weer, vooral de PC voor 2016-17, voor het akkoord kwam geen stabiliteit, het ging omhoog, omlaag, omhoog, heen en weer en het is verdubbeld, soms ietsje meer dan verdubbeld, een euro op een gegeven moment bij de moeilijk 2 maal, later een zakken kon bakken. Maar wat er dan met mensen gebeurt, niet alleen dat hun huur hoger wordt, dat kan je dan niet voorkomen in zo'n crisis met devaluatie en allerlei inflatie. Dat is al erg genoeg. Maar ze kunnen dan niet weten wat eind van de maand hun huur is. Goed, je verdiende 2000, je bent abwaan also, als dan bij de 600 gulden, 700 gulden, nou plotseling, dan komt er 1500. Ja, je verdient al zo weinig. En als het 1500 is geworden of 1400, dan heb je al een probleem. Maar dan is het niet alleen. Deze maand is het 1350. Volgende maand, even koers mee kwam, dan is het 1450. Een andere maand gaat het nog omhoog. Dus je hebt niet eens zekerheid hoeveel je eind van de maand uiteindelijk gaat betalen aan huur. En het gaat om bedragen, verschillen van soms honderden guldens. Waarbij iemand die niet een ruimte heeft in zijn salaris, dus Asan ik kier je. Dus ik kier ik ba omdat Asan hij, maar voor hij wissel moro erg. En om een stap daarin dus te maken, hebben we toen gezegd nee, mensen die geen valuta verdienen, mag je geen huur vragen in valuta. En zelfs die mensen die hun huur in valuta zetten en zeggen ja, je kan mijn SRD betalen, dat kan ook niet. Dus als je een huis hebt, dan moet je kijken wat je hebt betaald voor dat huis, kan je paya ook hypotheek, dan moet je je huurprijs bepalen. En die huurprijs is een SRD. Net als alle andere landen. Wanneer een jaar voorbij is, komt dat qua inflatie de. Inflatie is 5%, komt dat alles aan 5% morodiri. Dan heb je toestemming om na dat jaar die huurprijs met 5% te verhogen.
If one crisis there, like for Abe Abba crisis, that we see that in 2 jaren tijd, dus over 2 jaren genomen, heeft ABS gepubliceerd inflatie 85%. Maar if je werkt aan gewoon valuta, dat is ook niet die meer 85%, maar die 2 maal, meer dan 100%. En eigenlijk dat je met een winst op je collega's ernaar, terwijl we allemaal uit de slag. En dat is niet de bedoeling. En we hebben ook gezien, we hebben niet zomaar gekeken, we hebben mensen die ondanks de crisissituatie, ondanks alles, weet ik en heb ik gezien dat mensen huizen hebben gebouwd en gewoon in SRD hebben verhuurd. Zelf midden in 2016-17, jugu van die koers, de man poten also 1000 gulden of 1200 gulden, SRD. Zij moeten ook hun geld verdienen, toch? De nodede. Dus het is een moeite die we met elkaar moeten maken, dat we gewoon de prijzen in SRD geven. Wel is het zo, dat als iemand hier een jaar komt werken, kota kwans mag moeten uit buitenland, Koroka Universiteit, en als maar dat ik kies de visa uit in Kondre of van Fassi, dat ik mag ook zijn de visa. Of een ambassade, van Jurio ofzo, ik mag ook zijn de visa. Want dit is maar dat die aan een bron, ze hebben een de visa inkomsten. Maar de gewoonste naman, ze hebben nog een de visa inkomsten, je nog een accident de visa. En dat is een van de redenen waarom. Een andere reden is dat we heel veel huurders kregen. Vaak kregen we huurders. Zij klagen dat die verhuurder het doet alle soort sananga ding voor jagi ding moppen uit een huurder, een verhuurder also. Echt vervelende dingen, ze sluiten stroom af, water af, alle soort sananga is maar het doet. En dat we onderzoeken zijn, die zeiden dat is maar het doet dat. Omdat we bij Awam echte oro, echt oro het, vanaf 1948, zo 47, 48, waar er ook huizen tekort was, de huurbeschermingswet. En dat ben eigenlijk, tegen jou allemaal zo een juring, je nog kan teken als een bakken voor een huurder. Ik ga rechter en ik tegen rechter, ik heb mijn huis zelf nodig, of een wet die, ik doe aan zijn, een wet en verplicht me, voor teken als een doe aan zijn. Dus je kan dan heel moeilijk je huis terugkrijgen als verhuurder. Dat zal vroeger een bescherming zijn geweest, maar wat zien we nu gebeuren? Doordat die verhuurder advocaat moet gaan betalen en zo voordat hij zijn huis terug kan krijgen, dan gaat die verhuurder dat niet doen. Je ziet gelukkig niet allemaal, laat me direct zeggen, maar je ziet een aantal mensen die huizen voor andere verhuurders hun huis terug willen hebben en ze willen niet naar de rechter, dan beginnen ze die huurder schrik aan te jagen, stroom af te sluiten, parkeer à la DVC of zo, kost allerlei problemen, zodat die mensen helemaal zenuwachtig worden en allerlei vraagstukken hebben, zodat ze dus uit dat huis gaan, zonder dat die man naar de rechter hoeft te gaan. En dat is ook geen goede situatie. Wat krijg je dan? Zogenaamd die Abu en huurbeschermingswet, maar in de praktijk, dat was maar echt wanneer of zo, de terroriseren huurder zoveel, dat toch een huurder in lang moeten uithouden. En sommige mensen met vriendjes, politiek, ik zal daar niet verder op ingaan, dus mij bedoelen aan ook politieke mensen, maar ook de ambtenaren zelf, mensen die je moeten helpen, allerlei mensen. Een jippie voor intimideren huurders, vertrouwen die uit. Also. We willen die situaties niet hebben. Dus we hebben gezegd, goed, we willen de huurder wel beschermen, maar ook zodanig de verhuurder wel de mogelijkheid geven met ruime meldingstijd, zodat je vooraf moet melden, om dan te zorgen dat ook geen enkele verhuurder dit meer kan doen. Dus enerzijds hebben we de verhuurder de mogelijkheid gegeven, of also moest tikbakken, dus als hij het huis niet meer gaat verhuren of iets anders mee wil gaan doen, ongeveer in totaal 8 maanden voordat die verhuurder kan zeggen, ja, ik heb je alle kans gegeven, je moet nou uit dat huis, ik mag je eruit zetten. Oké? En dat moet de huurder genoeg tijd geven om een ander huis eventueel te vinden. Niet altijd gaat dat lukken, dat lukt nu ook niet. Maar ondertussen mag die verhuurder niets doen met jou. Hij mag je niet hinderen voordat je in het huis woont, is strafbaar gesteld nu in die wet. Dus beide kanten hebben we geprobeerd. En zo hebben we een aantal dingen, ook het verhogen van de huur moet op tijd gemeld worden. Wanneer je de huur gaat verhogen. If you know the next now, also dan precies zo, niets is veranderd, dan
we gaan verhogen huur zomaar. Natuurlijk doen de meeste verhuurders dat ook niet hoor, laat me direct bij zeggen, maar oh ja, wat een situatie zijn, dus aan de sepsa. En we hopen daarmee dan de zaak beter te hebben geregeld. En er is een huurcommissie die voorlichting moet geven over allerlei dingen, hoe je contracten moet maken, wat redelijke dingen zijn, waardoor alles maar kan actieadvies ook toe. Dus waardoor we hopen die huur-verhuursituatie wat beter te hebben geregeld en ook voor de nabije toekomst. Want je hebt olie op breedte en zo, maar deze dingen hebben gevolgen in landen, toch? Deel in buitenland, maar als je opvangt, hey, business is daar, dan kun je binnen 4-5 jaar verschuivingen krijgen. En je moet dan een goede wet hebben die dit allemaal ook regelt, zodat iedereen een beetje beschermd is. Daarom hebben we dat gedaan. Maar die huurcommissie, want ik hoorde enkele discussies binnen het parlement dat men een beetje twijfelt over de positie van die huurcommissie, als het echt werkelijk gaat helpen. Ja, nou, men twijfelt niet of het gaat helpen. Men heeft een beetje kritiek gehad op de regering, want we hebben een aantal wetten aangenomen de laatste maanden en jaren. En soms moeten commissies of andere instituten worden ingesteld. En soms is er een vertraging. De regering altijd stelt dit aan indirect. Meestal na een tijdje gaat dat wel. We kijken nu met die wet over zwangerschapsverlof. Ja, klopt. We hadden gehoopt dat bijvoorbeeld decembertijd de commissie er zou zijn. Dus die unit die moet gaan zorgen voor de uitbetaling. Maar dat is met vertraging en de minister zegt ons, ja, hij denkt dat het wel februari zo, maar dat het in orde is. Dus het is dan vertraagd. Daar ging die kritiek over. Als wij wetten aannemen dat de regering dan moet zorgen dat die huurcommissie ook werkelijk komt. Ik twijfel niet dat het gaat komen, want ik heb daar minister Misikaba. En hij was ook bij de behandeling van de wet. Dus ik denk dat het wel komt. De huurcommissie in eerste instantie, wat we met de deskundigen hadden opgesteld, de wet, was een macht, meer, huurcommissie met wat meer macht, zoals je die in het buitenland ook ziet. Daar schijnt het college nog niet aan toe te zijn geweest, dus we hebben een zaak een beetje anders geformuleerd. Dus de huurcommissie is nu voornamelijk adviserend, maar houdt wel toezicht dat als je bijvoorbeeld nadat je alle aanzeggingen hebt gedaan, je een huurder die niet uit je huis wil eruit moet halen, dat jij eerst bij de huurcommissie moet gaan om een verklaring dat je inderdaad aan de wet hebt gehouden. Dus de huurcommissie heeft dat toezicht wel. Hopelijk kan de wet voorkomen dat het zover komt, maar je hebt altijd wel van dat soort gevallen. Ja. Een andere belangrijke wet is de wet die mensen in de informele sector in de gelegenheid gaat stellen om toch een hypotheek te kunnen nemen bij de banken. Die hebben we eind vorig jaar aangenomen, ja. Dat is het garantiefonds. Dus we hebben een woningbouwfonds en een garantiefonds aangenomen. Het verslag van de regering is dat ze dus nu bezig zijn die dingen op te zetten, die instituten, zodat die kunnen gaan werken. Ik heb in feite vandaag zelf een afspraak daarover om informatie verder daarover te krijgen. Dus we denken dat je op die manier twee dingen hebt gedaan. Je hebt een structurele aanpak voor huisvesting in place gebracht, omdat zo'n fonds dan niet voor vandaag is of voor morgen, het gaat blijven. En dat mensen die financiering nodig hebben voor hun huisvesting, hun eerste woning, hun eigen gezinswoning, die kunnen dan bij zo'n fonds terecht. En de regels zijn een beetje anders dan van de bank, want de banken op dit moment zie je dat zelfs mensen met salarissen en terreinen, zie ik soms die mensen problemen hebben om een hypotheek te krijgen. Dus die regels zijn ook scherp als je niet betaalt, probleem, maar je krijgt wat makkelijker die hypotheek en de banken, de particuliere banken met wie we ook hebben gesproken toen we die wet maakten, die zouden dan de intake moeten doen als het fonds die overeenkomst met ze sluit, waardoor je niet in een rij hoeft te gaan zitten bij een fonds. Je gaat gewoon naar je eigen bank en de mensen die dus geen vaste baan hebben en ook geen bedrijf hebben, maar wel inkomsten hebben, bijvoorbeeld taxichauffeur, de Masai Mai en zo, die mensen als ze een hypotheek moeten krijgen en men heeft aanwijzingen dat ze bijvoorbeeld al huur betalen, een paar jaren lang, de Maai 1500 gulden huur, dan weet je,
dan kunnen ze hypotheek krijgen, maar dan wordt die hypotheek verzekerd eigenlijk bij het garantiefonds. En dat betekent dat als er iets met ze gebeurt, dat er dan met regelingen, die regelingen zijn getroffen, zodat de bank het geld inderdaad toch terug kan krijgen. En ook de kans dat zij hun huis daardoor verliezen, door als ze een ongeluk hebben, ze krijgen minder inkomen gedurende een paar maanden, dat die kans wordt verminderd. Je kan mensen niet tegen alles beschermen, maar dat helpt. Tot hoeveel zou men kunnen lenen? Is dat al duidelijk? Dat hangt af van de doelgroepen die de regering gaat vaststellen. Dat is de rol van sociale zaken. Die fondsen vallen onder financiën. Maar sociale zaken moet natuurlijk voor de regering een staatsbesluit, een voorstel maken, samen met de regering, om te zeggen, oké, welke doelgroepen zijn er volgens ons als regering, aan wie wij ondersteuning gaan geven voor het krijgen van een huis, het kopen, bouwen van een huis. Nou, die doelgroepen zijn dan meestal lagere middeninkomensgroepen en de middeninkomensgroepen. Die moet de regering vaststellen. Stel dat de regering zegt, de middeninkomensgroepen gaan tot 6.000 per maand, dan staat er in de wet dat er nog een groep wordt gevormd, niet door de regering, maar door de wet, van 150%. Dus tot 9.000 heb je dan een groep van 6 tot 9.000, die ook bij het fonds mag lenen. Maar niet uit de middelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld, maar door de middelen die door particulieren in het fonds zijn geïnvesteerd. Want je kan investeren in het fonds, je krijgt rente, belastingvrij. Dus er zijn verschillende dingen gedaan, waardoor enerzijds Surinamers met een beetje geld hun geld daar kunnen investeren. En in plaats van 3% of zo 4-5% wat ze meestal op spaarrekeningen krijgen, kunnen ze wat meer rente krijgen. Aan de andere kant kunnen alle mensen wat minder rente betalen dan de commerciële rente. En je hebt die speciale doelgroepen van die overheid, waar de overheid geld zet. De overheid belegt dat geld ook, hè. De overheid geeft het niet. De overheid zet het, u leent het, tegen 4-5-7% rente. En natuurlijk laat de overheid het in het fonds. Maar uiteindelijk is het wel gewoon geld van de overheid die dat geld daar langtermijn belegt. Die middelen mogen gebruikt worden voor hypotheken van mensen die in die lijst van het ministerie van Sociale Zaken in dit staatsbesluit als doelgroepen zijn beschreven. Hun salarisgrenzen zijn daar opgenomen. Dus zo zal het ongeveer werken. Wanneer mag de eerste burger zijn of haar hypotheek halen? Zodra de overheid die fondsen heeft ingesteld. Sluiten. En de fondsen hun overeenkomsten met de bank hebben gemaakt om te werken. Alles is in place. Dan is het fonds, denk ik, open. En hoe meer middelen de regering zet in dat fonds, hoe makkelijker dan het zal gaan om voldoende hypotheken te kunnen verstrekken. Er zijn voldoende bouwbedrijven in Suriname. En als je de hypotheken kan krijgen, dan stimuleert het de woningbouw en het helpt mensen om aan huis te komen. En ook deze wet, want dat komt steeds naar aan de orde. Dus massa verdient 1000 guluamu, dan 1200 guluamu. Dus maar dat naar potisme. Dus maar eigenlijk nog maar bij Krosi wanboomfaciliteiten, maar bij transport, ze gaan ook geen huis kunnen kopen. Voor die mensen moet sociale zaken een oplossing vinden voor het huisvestingsvraagstuk. Dat gaat niet zo makkelijk. Maar je begrijpt dat met geen enkele wet je een huis gaat kunnen bouwen dat volledig kan worden betaald door iemand die 1500 gulden verdient. Hoe klein bijna het ook is, toch wel 500, 1000 gulden, 800 gulden, maar wat heb je. Die huizen van sociale zaken zijn niet zo duur. Ze betalen 4-4 zoveel. Waarom? Omdat sociale zaken het subsidieert. En dat ga je moeten doen voor mensen met lage inkomens. Dus deze zijn ook mensen met lagere inkomens, maar niet zo laag dat wanneer ze die hypotheek hebben betaald, dat ze niet meer kunnen eten. Dus ze kunnen een huis bouwen en een perceel aanschaffen? Of ja, dus als er een huis en perceel wordt verkocht, mogen ze dat kopen. Of een perceel. Of als ze een perceel hebben, kunnen ze bouwen. Ook zelfbouw is meegenomen erin, in die financiering. Ja. Mevrouw Simons, tot 25 mei heeft u nog de gelegenheid om alles te doen wat u nog zou willen doen voor het parlement. Wat heeft prioriteit nu op dit moment? Want ik hoor dat op de agenda vandaag staat de wijziging van de wetboek van strafrecht. Laat me eerst zeggen, wat betreft vergaderingen,
is het tot 3 april. Alleen in een geval van nood kunnen we misschien nog een vergadering, want ik dacht dat de kandidaatstelling 9 of 10 april is. Dus in feite tot de kandidaatstelling vergaderen we. Maar meestal niet meer, ietsje eerder. Dus in een geval van nood is er misschien nog een dag, maar dan moet het echt hoge nood zijn. Want we hebben al afgesproken in het parlement, we vergaderen dat uiterlijk 3 april. Maar in case of emergency kan er misschien nog een vergadering worden gehouden. Dan is er een verkiezingsreces. Dus wat vergaderingen betreft, is het tot begin april. Echter, mijn werk, bijvoorbeeld de verslagen van de zittingsperiode die ik nu aan het voorbereiden ben en zo, dat gaat door tot 29 juni. Dat is de dag waarop dit parlement ophoudt. En dus ook mijn voorzitterschap. Ja. Ja, dus tot 29 juni, ook al zou je de leden niet zien, ook al vergaderen we niet, er is een parlement. En op de dag dat het nieuw parlement aantreedt, dan is er een nieuw parlement. Dus tot die dag ga ik natuurlijk de dingen die we technisch moeten afronden, kan ik dan nog afronden in het parlement. Er zijn niet veel. We moeten die wet afmaken. Er zijn een paar zaken die lopen en daar heb ik toezicht op. En dat is het. Wat wetgeving betreft, onderwijswet heb ik ingediend, samen met anderen. Er moet nog het een en ander aan gedaan worden. Het is nog niet wat we willen, maar we werken daar nu aan. De aanbestedingswet, die wil ik laatste week waarschijnlijk van deze maand op agenda zetten. We hebben de milieuraamwet en we hebben nog weer wat voorstellen binnengekregen. Dus ik denk dat de milieuwet in februari aan de orde is. Dan hebben we het feit dat we als parlement, althans de regering in elk geval, het ministerie en ik zelf ook als persoon, meewerken aan het tot stand komen van een heel nieuwe wet. En dat is de raamwet volksgezondheid, die het zorgsysteem in Suriname moet beschrijven. Want we hadden wel een wet gemaakt die het financieringssysteem had beschreven. Maar als je dat maakt en je weet niet wat je zorgsysteem is, dan kreeg je toch dat het niet altijd duidelijk is wat je wil bereiken. Dus we hebben daaraan gewerkt. Ik hoop dat dat dus in februari komt en dat voor eind van de zittingsperiode wordt aangenomen. En de veranderingen in de financieringswet. In hoofdlijnen bleven instituten er, maar de gewoonte om in Suriname al tientallen jaren, eigenlijk zolang ik het land ken, om vanuit de regering, vanuit de overheid, voor burgers, veel burgers, de zorg te betalen. Daar zijn we uiteindelijk toch niet vanaf gekomen. Dus een van de kenmerken van het financieringssysteem is dat we willen proberen om dat inderdaad zo te regelen. Dat dat wel een recht wordt, die basiszorg, in elk geval de urgente delen daarvan. En altijd door kan gaan en aan de andere kant dat de bijdrage geleverd moet worden op een correcte wijze, zodat we geld hebben om ook te betalen voor die zorg. Dingen als de taken van andere ministeries, zoals onderwijs, HI, op het gebied van de gezondheidszorg, OWI, noem maar op, die worden ook verankerd in die raamwet. En een aantal andere zaken die te maken hebben met hoe we werken als dienstverleners. En een heel belangrijke zaak, het integreren van wat we noemen leefstijlgeneeskunde. Dat zijn dingen die je kan verwachten in het nieuwe systeem en ook veel duidelijker afbakenen van wat volksgezondheid doet, wat allemaal daaronder valt en zo. Dus er zijn nogal wat zaken daaraan gedaan en zodra de minister zegt van oké, we zijn zover, dan hopen we dat in te dienen en ook af te handelen. Dus dat vind ik persoonlijk eentje die er nog niet is. En net wat ik zei, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, moet ik ook een bankwet krijgen, de wet op de centrale bank, voor het aanpassen van die wet. En ik hoop dat ik dat ook krijg. Nou, dan zijn we al zeker op een stuk of 7. En wat er vandaag gaat gebeuren, wetboek van strafrecht, heel belangrijke wet. Ik weet niet of u van het woord grooming heeft gehoord, waarbij volwassen mensen, meestal mannen, gaan online waar kinderen bezig zijn en ze doen alsof ze bijvoorbeeld ook een tiener zijn of nog jonger, maken afspraken om zo'n kind te lokken
en dan vaak een seksueel delict te plegen. En die hele voorbereiding, vroeger, als je eenmaal het seksueel delict hebt gepleegd, is het seksueel delict. Maar die hele voorbereiding was niet strafbaar, toch? Dus je kan die persoon niet pakken voordat hij er toe overging om het seksueel delict te plegen. Wat we nu doen, is dat die hele voorbereiding, als je gepakt wordt dat je dat gedaan hebt, dan is dat op zichzelf strafbaar. Bij de discussie hebben we een probleem dat we in ons land steeds meer hebben, niet alleen in ons land, maar wij hebben geen enkele regel op dit moment ervoor, of weinig. Hebben we meteen opgepakt dat een aantal andere zaken ook in die wet aangescherpt moeten worden. De kinderporno dingen, doorsturen van kinderporno en zo in bezit hebben, dat is al strafbaar, maar we kijken hoe we dat kunnen aanscherpen. Maar niet alleen kinderporno. We hebben een ongewenste ontwikkeling gezien waarbij mensen foto's van bestaande kinderen gebruiken in allerlei twijfelachtige soort van posts en doorstuurberichten. En dat wordt ook strafbaar. Als je een foto van iemands kind gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de ouders, ga je worden gestraft. Dat is een herkenbare foto. Wanneer je dat doet in een negatieve sfeer, dus iets negatiefs, laster, andere zaken, onzedelijkheid, dan wordt die straf hoger. Ook als je pornografisch materiaal voor mensen stuurt, die je daar niet om gevraagd hebben, mogen ze dat direct naar de politie brengen en je wordt gestraft. Als je bent een volwassen persoon, het gaat niet over kinderporno en je wil het voor meneer A of mevrouw A of B sturen, moet je die persoon vragen. Je gaat porno voor je sturen, weet je. En die persoon moet je antwoorden ja. Anders ben je strafbaar als die persoon je aanbrengt. Schokkende beelden ook. Mensen hebben aanrijding gemaakt, hun hele hoofd is opengebost. Familie weet het nog niet eens. Dat ding wordt rondgepost op Facebook en zo. Dat zijn schokkende beelden. Wanneer mensen je willen aanbrengen, dus de politie gaat je daarvoor niet zelf komen arresteren. Maar als je het doet en iemand brengt je aan, is het strafbaar. Want die persoon zegt, ik heb mijn WhatsApp, ik werk veel met WhatsApp, allerlei burgers en zo. Iemand post gewoon iets voor je, je maakt dat ding open en je ziet zo een beeld. Ik ben niet daar bij die aanrijding. Minobogo luku. Hoe kom je me in mijn vrede van mijn WhatsApp inbreken om zoiets voor me te sturen? En de nieuwe wet gaat waarschijnlijk dat soort dingen ook strafbaar maken als ik je aanklaag. Als ik zeg van kijk, ik heb dat ding voor me gestuurd. Zonder, waarschijnlijk gaat men niet direct om elke wisselwasje rennen, maar als men je blijft vervelen met dat soort dingen, dan heb je de kans om zo iemand ook aan te klagen wegens het naar jou toe sturen van beelden die je niet wil hebben en waar je niet om hebt gevraagd. Okay? Want er is een heel groot probleem met onze hele privacy, het rondsturen van allerlei zaken en mensen worden constant geconfronteerd met die dingen en mensen willen niet altijd geconfronteerd worden met die dingen. En dat soort dingen gaan dus open. Het publiceren van zaken, laten we zeggen, zo'n aanrijding, je hebt het op je Facebook gepost, dan kan de familie je aanbrengen, als ze vinden dat ze je willen aanbrengen. Dus en dan ga je hoge boetes krijgen voor dat soort zaken. Dus deze wet, we zijn natuurlijk, de discussies beginnen vandaag. En niet altijd kan je alles precies zo doen hoe je dat ziet als DNA-lid of als burger. Dus we gaan dan met de regering, met de deskundigen, zo ver als mogelijk ervoor zorgen dat mensen beter gaan nadenken over wat ze posten en vooral wat ze op mensen en naar mensen hun WhatsApp sturen. Als je een bericht stuurt, mevrouw of meneer die heeft dat en dat gedaan, dus een bewering. En je kan het niet hard bewijzen, ben je strafbaar. Het doet er niet toe of jij het hebt gemaakt, of je het ook van iemand anders hebt gekregen, zodat je het hebt doorgestuurd. En je kan het niet bewijzen, ben je strafbaar. Dus als iemand stuurt, u heeft gestolen, en u krijgt het te horen, dan mag u die persoon aanbrengen. Als die persoon bewijs heeft, ja, de politie heeft hem opgepakt, kijk, hij is nu bij de PG, dat ding is in onderzoek, oké. Dat je die persoon de waarheid gezegd. Maar als er niets aan de hand is,
Die persoon kan niet bewijzen, die persoon stuurt gewoon iets, dan is die persoon strafbaar. En met strafbaar voor dat soort dingen, dat bedoelen we, je gaat een boete van 50.000 krijgen. We gaan nu niet in de gevangenis zitten. Dus attackies matori of hou op. Mijn mabotak, ik denk ook ba, maar amsaka. Amsaka. Ja. Oké, mevrouw Simons, bedankt voor uw komst vanmorgen in Matentaki. We hebben gehoord van de voorzitter van de Nationale Assemblée. Hij legt uit Sotoroko Assemblée of Sitkong binnen de FOMO Salib Ete en sa Assemblée doet. Kijkers, we zijn gekomen aan het eind van deze aflevering van de straat, van Matentaki aan de straat Demitongo Ete, maar van Matentaki. We hopen dat ik is aan informatie. En morgen zijn wij terug met een nieuwe aflevering in Matentaki. Ik groet u.